Ik wil deze serie vanavond beginnen met de zegen van de worm. En deze boodschap, deze Bijbelstudie, is een onderdeel van de serie over geestelijke principes uit het dierenrijk. Nou, ik weet niet of jullie daar wel eens over nagedacht hebben. Ik ben niet zo heel groen opgevoed. Dus ik heb niet zo heel veel van de natuur, de schepping meegekregen in de zin dat wij dat thuis nou uitgebreid bestudeerden en met een verrekijker op pad gingen. Ik kom uit een beetje een ander milieu. Maar wat ik ontdekt heb is dat in de Bijbel liggen heel veel principes opgesloten waar de Heer ons door wil zegenen. En veel van die principes komen uit het dierenrijk. En het is natuurlijk voor mij ook iedere keer ook wel weer een klein beetje een uitdaging om weer een nieuwe serie op te zetten. Met weer eens wat andere onderwerpen, wat andere thema's. In de hoop dat jullie daar ook door opgebouwd worden en daarvan genieten. En iets meer leren zien van het vaderhart van God. En bovenal de Heer Jezus dieper leren kennen. Maar dat het ook voor je eigen leven tot opbouw en bemoediging zal zijn. Dus een serie over geestelijke principes uit het dierenrijk. En je zal zien dat het heel veel lessen bevat voor ons geestelijk leven. Heel praktisch. En daarom wil ik je graag vanavond allereerst meenemen naar de zegen van de worm. We gaan 3 stukjes lezen en ik nodig je uit om met me mee te lezen. We beginnen in het Eerste Testament in het boek Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 21. En je zal straks zien waarom ik deze gedeelte lees, want het is mijn hoop en verlangen dat jullie de rode draad ontdekken van de 3 Bijbelgedeelten die we met elkaar lezen. Deuteronomium hoofdstuk 21. Daar staat in vers 22 het volgende. Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken. Een gehangene is door God vervloekt. Dat moet je even vasthouden. Dan gaan we naar het boek van de Psalmen. Psalm 22. En daar zien we de worm tevoorschijn komen. We lezen die psalm niet in zich heel, maar vers 1 tot en met 7. Psalm 22. Deze psalm spreekt profetisch over de Heere Jezus. Er staat in vers 1 een psalm van David voor de koorleider. Op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Dat wil zeggen, ze zijn niet teleurgesteld uitgekomen. Vers 7. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. En dan het laatste stukje wat ik met jullie wil lezen. Dat komt uit het Nieuwe Testament, uit de Korinthebrief. 1 Korinthe hoofdstuk 1. 1 Korinthe hoofdstuk 1. En ik vind dat een heel indrukwekkend gedeelte. Ik lees vers 18. Maar het woord, 1 Korinthe 1 vers 18, van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid,
Maar voor ons die behouden worden, is het de kracht van God. En dan vers 22. Immers, de Joden vragen om een teken. En de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Nou, tot zover deze drie gedeelten. Vanavond dus de zegen van de worm. En dat spreekt natuurlijk over de Heer Jezus Christus. Dat zal je wel begrijpen en aanvoelen. In een omgeving als Wijk en Aalburg kan ik dat wel wat bevindelijker uitdrukken, denk ik. Maar de Heere God spreekt tot de mensheid op twee manieren. Ik zou ook kunnen zeggen, de Heere God spreekt tot de mensheid door twee boeken. Je zal zeggen, wat gaan we nu krijgen? We hebben toch maar één boek. En dat is het boek wat voor ons ligt, de Bijbel. Nou zeker, daar spreekt God absoluut door. Dat is het eerste boek. En dat zou ik vanavond willen noemen de schriftuur. Maar het tweede boek waardoor God spreekt is de natuur. Nou, dat is een beetje ouderwets uitgedrukt natuurlijk, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Er zijn twee boeken waardoor de Heere God spreekt, de Bijbel en de schepping. En allebei zijn ze afkomstig van diezelfde God. Die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Zo is de schepping tevoorschijn gekomen. Maar zo is ook het woord van God ontstaan. Gisteren sprak ik nog in Drachten over die machtige woorden die Paulus schrijft aan Timotheus. Heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Dat is de Bijbel. Dus dat is het geïnspireerde woord van God. Maar de schepping is ook door hem in het leven geroepen. Twee belangrijke boeken. En nu heb je natuurlijk altijd mensen die daar misbruik van maken en die zeggen tegen mij, ja Jacques, ik vind het prima dat je rondgaat om bijbelonderwijs te geven, maar wij hebben genoeg aan de schepping, aan de natuur. Daar ontmoet ik God. Ik doe het op mijn manier. En dat jij de samenkomst nodig hebt en de bijbel nodig hebt, dat is dan voor jou. Maar ik vind God in de schepping. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi en heel aantrekkelijk. Maar ik geloof dat we de volgorde vast moeten houden. Hebreeën 1 vers 1 zegt dat de Heere God ervoor gekozen heeft om in de laatste dagen te spreken door de Zoon, het vlees geworden woord. Dus als je de Heere God wil ontmoeten, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Hij laat zich vandaag in het bijzonder in de eerste plaats kennen door de schriftuur, door de Bijbel. En dat moeten we vasthouden. Want anders krijg je allerlei buitenbijbelse openbaringen waar mensen de stem van God in gaan verstaan. Maar dit is het middel waardoor hij tot ons spreekt. Amen. En het tweede waar hij door spreekt is door de schepping heen. Maar die schepping vinden we weer terug in de Bijbel zelf. Nou, dat wilde ik als eerste gezegd hebben. Als we nu met elkaar Psalm 22 gelezen hebben en in het bijzonder dat zevende vers waar de psalmdichter profetisch schrijft over de Heer Jezus, ik ben een worm en geen man, dan moet je die psalmen even in de context zien. Het is een bijbelstudieavond. Nou, Psalm 22, Psalm 23 en Psalm 24, dat vormt een drieluik. Die moet je niet uit elkaar trekken. Dat hoort helemaal bij elkaar en dat is ontzettend mooi. Want in Psalm 22 ontdekken we de herder die voor zijn schapen sterft. In Psalm 23 ontdekken we de herder die voor zijn schapen leeft en voor hen zorgt. En in Psalm 24 ontdekken we de herder die wederkomt in macht en in majesteit. Drie psalmen die bij elkaar horen. 22, de herder die sterft voor zijn schapen. 23, de herder die zorgt voor zijn schapen. En in 24, de wederkomende herder. En hij is er toch die wij spoedig verwachten. Maar om hem te kunnen verwachten,
moest er eerst een fundament gelegd worden. En dat komt heel mooi naar voren in Psalm 22. Daarom wordt hij van oudsher al de lijdenspsalm genoemd. Geschreven door David. En de Bijbel vertelt niet exact waarom die is geschreven, met welk doel en wanneer die precies is geschreven. Maar dat doet er ook niet zo heel veel toe. Wat we wel mogen zeggen is dit. David, de schrijver van deze psalm, is een type, is een schaduwbeeld van de Heer Jezus. En dat moet je even vasthouden. Heel veel wat David schrijft in Psalm 22 is op zichzelf van toepassing. Zijn dingen, situaties waar hij zelf doorheen is gegaan. David de koning, de mens David. Maar er zijn ook gedeelten die absoluut niet van toepassing zijn op David. Die hij nooit heeft beleefd, heeft ondergaan. Nou, als je meeschrijft, kan je die versen opschrijven. Bijvoorbeeld vers 16 tot en met vers 19. Dat is niet op koning David van toepassing geweest. Maar weet je wat ik nou zo bijzonder vind? En daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Zo'n 1000 jaar later, als de Heer Jezus aan het kruishout hangt van Golgotha, dan klinkt Psalm 22 opnieuw. En dan zou je kunnen zeggen, in al zijn glorie, in al zijn majesteit, kracht en heerlijkheid. Als de grote Davidszoon hangt aan een paal, volgens Deuteronomium 21. Ik ga met jullie niet in discussie aan of dat kruis er nou uit heeft gezien met een verticale paal en een horizontale balk. Deuteronomium 21 spreekt over een houten paal. Nou, die lijnen mogen we natuurlijk doortrekken. En dat is zo rijk wat ik vanavond met jullie wil delen. In Handelingen, hoef je niet op te zoeken, maar in Handelingen 2 vers 30 wordt David, de schrijver van Psalm 22, een profeet genoemd. En dat is voor mij grond om te zeggen dat David in Psalm 22 profetisch spreekt over de grote Davidszoon. Hij heeft deels over zichzelf gesproken, maar grotendeels over hem die zou komen in de volheid van de tijd. De grote opperherder, maar uiteindelijk ook de koning der koningen en de Heere Jezus Christus. Nou, ik zal heel kort die psalm profetisch schetsen. Want we zien de Heere Jezus in vers 2 roepen tot God. Dit horen we ook als de Heere Jezus hangt aan het kruishout van Golgotha. In vers 7 tot en met 9 horen we de bespotting door de mensen rondom het kruis. Als u dan werkelijk de Zoon van God bent, verlos ons en verlos uzelf. Mensen die spotten rondom het kruis. Vers 17 spreekt over doorboorde handen en doorboorde voeten. Is nooit van toepassing geweest op koning David in zijn tijd. Maar wel op de Heer Jezus Christus. In vers 3 wordt ook nog genoemd, ik noem het een beetje door elkaar, maar de uren van duisternis. Nou, ik hoef het jullie niet te vertellen. Die heeft de Heer Jezus doorstaan. Vers 15 en 16 spreken over dorst en over pijn. En tenslotte, in vers 19, wordt er gesproken over het verloten van zijn kleding. Met andere woorden, David is overeenkomstig Handelingen 2 vers 30 een profeet en Psalm 22 spreekt dus ook profetisch over hem. En iemand vraagt vanavond, ik zie jullie denken, maar Jacques, waarom bespreek je dit nou zo uitvoerig? Nou, wat ik naar voren probeer te brengen en wat heel bijzonder is in deze psalm, is dit. Je moet weten dat de kruisiging geen Joodse vorm van doodstraf was. En het is David, een Joodse man, die profetisch in Psalm 22 spreekt over een heidense doodstraf. En ik heb daarom niet voor niks gelezen Deuteronomium 21 en dat hoofdstuk kende David. En in dat hoofdstuk wordt geschreven de woorden die ik jullie heb voorgelezen. Vervloekt is diegene die aan een paal hangt.
He, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan een paal overnachten, maar u moet hem beslist nog diezelfde dag begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. Deuteronomium 21. En wat gebeurt er nu in Psalm 22? Daar gaat de Joodse David een heidense doodstraf beschrijven middels een worm. En hij spreekt in die psalm een heidense doodstraf uit over de Joodse Messias zo'n 1000 jaar later. En ik hoop dat vanavond het evangelie voor jou voor het eerst of opnieuw weer open gaat. En ik verklap het natuurlijk al een beetje. Want de Heer Jezus is een gevloekte, een vervloekte geworden. Zodat de vloek jou en mij niet meer zal raken. Mag ik het eens zo zeggen? De Joodse Messias is in de volheid van de tijd een heidense doodstraf gestorven. En het woord van Psalm 22 werd vervuld. Schrijf deze tekst maar op, Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegerlijk die aan het hout hangt. Dat is Galaten 3 vers 13. Door wie is de Galatenbrief geschreven? Door de apostel Paulus. En Paulus kende de boeken van Mozes, om het zo te zeggen, uit zijn hoofd. En wat zegt Paulus in Galaten 3 vers 13? Dat de Heer Jezus de vervulling is van Deuteronomium 21. Is dat bijzonder of niet? Kan je daar blij om worden? Ja, dat is geweldig nieuws. Dat is een geweldig bevrijdende boodschap. En in dit kader is het bijzonder dat de Joodse David profetisch spreekt waarover? Over een heel klein beestje. Ik ben een worm en geen man. En ik zal je uit gaan leggen dat deze worm, waar het naar mijn diepe overtuiging gaat over de Heer Jezus Christus, tot een geweldige zegen is geworden. Indrukwekkend. En daar gaan we even op inzoomen. Ik ben een worm en geen man. Nu zijn wij allemaal wel bekend met dat kleine beestje wat wij een worm noemen. Waar denken wij dan aan? Aan een regenworm waarschijnlijk. Maar dat beeld moet je even loslaten. Want een worm in het oosten ziet er heel anders uit dan onze bekende regenworm. Maar het heeft wel deze overeenkomst. Het is een klein, schijnbaar onaanzienlijk beestje. En je zet er zo je voet op. Dat had wel iets luidruchtiger gaan mogen. Maar dat is belangrijk. Hier spreekt David profetisch over de Heer Jezus als ik ben een worm en geen man. Een klein, nietig, onaanzienlijk beestje. Dat is de overeenkomst. Later, en als je een beetje thuis bent in je Bijbel, dan weet je dat, dan wordt er ook in Jesaja 41 over Israël gesproken als een worm. En daar kan je diezelfde lijn doortrekken. Israël, in het hele grote wereldgebeuren, is verhoudingsgewijs maar een heel klein land, of niet? Je moet vanavond maar eens even een landkaart uitleggen op de vloer van je woonkamer en dan even een naald in het land Israël zetten. Een heel klein plaatsje. Je kan ook van Israël zetten, het is een volk dat door de jaren heen vertrapt is en vertreden. Je zet er zo je voet op. Qua grootte stelt het niet veel voor. Maar weet je wat het principe van het Koninkrijk van God is? Dat wat niets is, gaat God gebruiken om daardoorheen juist hele grote dingen te gaan doen. De Heer Jezus, hij was een worm en geen man. En er is een geweldige zegen uit zijn werk voortgekomen, waar of niet? Het volk Israël, en ik kan nu niet te diep op Israël ingaan, maar dat is een volk wat altijd onderweg is. Altijd onrustig, altijd in de strijd. Vertrapt en vertreden en alle Arabische volken rondom Israël willen hen het liefst de zee injagen. En toch, dat kleine volkje is tot op de dag van vandaag door God in stand gehouden. God is getrouw, zijn plannen falen niet.
En weet je waar je oog voor moet hebben? Niet voor al het grote, niet voor al het uiterlijke, dat wat zichtbaar is. Maar je moet oog leren krijgen voor het kleine. En dat is het grondprincipe van het Koninkrijk van God. Een worm en geen man. Je zet er zo je voet op de Heer Jezus. Is dat mijn koning? Dat aller vaderen wens op het volk Israël? Wat stelt dat volkje nou voor? En toch, de Heer Jezus heeft overwonnen. En geloof me, God gaat met Israël tot zijn heerlijk doel komen. En daar kan niemand iets aan afdoen. Dat gaat gebeuren. En daarom vind ik dat beeld van die worm zo geweldig mooi. Weet je, de wereld waarin wij leven, die kijkt naar het uiterlijk. Naar de grootte. Die telt aantallen. Maar het principe van het Koninkrijk van God is dit. Mijn kracht manifesteert zich in zwakheid. En dit gold voor de Heer Jezus. Dit geldt voor Israël. Maar weet je voor wie het ook geldt? Voor jou en mij. Als je jezelf een beetje hebt leren kennen. Je zegt, wie ben ik? Heere God, in mij is geen kracht. Hoe blijf ik staande in deze wereld? Hoe word ik een getuige voor u? Dan zegt de Heer vanavond tegen jou. Je hebt misschien kleine gedachten over jezelf. Maar mijn genade is voor jou genoeg. Mijn kracht openbaart zich in zwakheid. En juist door het nulpunt heen gaat God grote dingen doen. En weet je wat het eindresultaat is? Dan roem je niet meer in jezelf. Weet je, Israël die zal op een punt komen dat ze niet meer roemen in zichzelf. Weet je waarin ze gaan roemen? In de God van Abraham, Isaac en Jacob. Of met die psalm, die oude psalm. Het is door u. Het is door u alleen. Door het nulpunt heen. Een worm en geen man. Nu vraagt iemand van jullie, maar kan je iets meer vertellen over die worm? Nou, ik ben blij dat je die vraag stelt, want dan kan ik beginnen. Voor het woord worm in het Hebreeuws staat een woord, en dit moet je opschrijven als je meeschrijft, dat zoveel betekent als scharlakenworm. En dat is heel belangrijk. Dat Hebreeuwse woord betekent zoveel als scharlakenworm. En nou denken jullie natuurlijk aan een aantal Bijbelversen waar scharlaken in genoemd wordt. Nou, ik zal er twee noemen, de bekendste denk ik. Maar zoek er voor jezelf thuisgekomen nog meer op. Hè, dat is Bijbelstudie doen. Maar we kennen allemaal die tekst wel uit Jesaja 1 vers 18. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Scharlaken rood wordt gesteld tegenover het wit van de sneeuw. Wat een wereld van verschil. Andere tekst. Jozua 2, vers 18 tot en met 21, waar we lezen over Rahab. Die hangt een scharlakenrood koord uit het venster en dat beschermt haar. Dat de scharlakenrode koord betekende voor Rahab de hoer haar redding. Waar of niet? En er is alle reden om daar typologisch te denken aan het bloed van Christus. Waarachter ook wij als gelovigen mogen schuilen en beveiligd zijn voor het oordeel. Als we in Christus zijn, is er geen veroordeling meer. En Rahab was veilig door dat scharlakenrode koord. Nou, scharlaken spreekt dus van verzoening, van vergeving, van bevrijding, van leven, luister goed, na het oordeel. Prijs de Heere daarvoor. Hé, die worm, ik hoop dat die langzaamaan voor je begint te leven. Een scharlakenworm. En waar komt die scharlakenrode kleur nou vandaan? Nou ja, dat is de kern van de boodschap. Die scharlakenrode vloeistof, kleurstof, die werd verkregen uit de dode lichaampjes van de worm. Dat moet ik natuurlijk toelichten. Die stervende worm, die laat die scharlakenrode kleurstof achter. Nou, dat is evangelie. Want wat gebeurde er? Nou, als de tijd voor die vrouwelijke worm gekomen was om haar jongen voor te brengen, dan hechtte ze zich stevig vast aan een boom, aan een tak. Zo stevig. Vervloekt is een ieder die aan een paal hangt. Je trekt de lijnen wel door, hè?
Maar ze hechtte zich zo stevig aan die boom of aan die tak, dat ze er niet meer van los kon komen. En nadat ze dat gedaan had, maakte ze een hard schild onder haar om de eitjes in te gaan leggen en om die door dat harde schild te beschermen. Dus ze hecht zich vast, ze vormt een schild, legt haar eitjes erin en beschermt dat nieuwe jonge leven. En als de larven uitkomen, dan beschermt ze ze onder haar lichaam en die larven worden gevoed uit de moeder. Vanuit de moeder ontvangen die jonge larven het leven. En als die jonge wormpjes na enkele dagen voor zichzelf kunnen zorgen, op dat moment sterft de moederworm. En op dat moment dat ze sterft, lekt zij of laat zij rode vloeistof achter. En die vind ik zo mooi. Je kan het allemaal nazoeken hoor. Want jullie zijn allemaal Bereërs hier, hè? Zoek het na of de dingen zo zijn. Maar op dat moment lekt ze dus rode vloeistof. En die rode vloeistof die kleurt niet alleen die tak of die boom. Maar je voelt hem al aankomen. Die jonge wormpjes worden gekleurd door die vloeistof, door die kleurstof die zij achterlaat. Zij worden gekleurd door dat scharlakenrood. En 3 dagen na het sterven van de moeder verliest haar lichaam de scharlakenrode kleur en verandert in een soort witte was die als sneeuw op de aarde valt. Ze ondergaat een metamorfose. Dit is de worm. Daar gaat het over in Psalm 22 vers 7. Ik ben een worm, zegt David profetisch over de Heer Jezus, en geen man. Dat betekent, broeders en zusters, en dat maakt me enthousiast, dat we heel dat proces 1 op 1 kunnen toepassen op de worm die zoveel zegen heeft gebracht, niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En als ik dan denk aan de volheid van de tijd, wat is dat een mooi begrip, hè? Alles gebeurt in de volheid van de tijd, wist je dat? De Heer Jezus kwam in de volheid van de tijd. De Heer Jezus stierf in de volheid van de tijd. Hij stond op in de volheid van de tijd. Hij voert ten hemel in de volheid van de tijd. Hij komt terug in de volheid van de tijd. Alles op de door God bestemde tijd. Dat zijn die kairos momenten. Dat is door God bepaald. En er kwam een moment dat de Heer Jezus, Hebreeën 10 vers 7, tegen zijn vader zei, vader, hier ben ik, om uw wil te gaan doen. Mooi is dat, hè? De Heer Jezus, met eerbied gesproken, is niet de hemel uitgeduwd. De Heer Jezus bood zich aan. En hij zei, vader, hier ben ik, om uw wil te gaan doen. En wat was de wil van de vader? Dat hij een worm zou gaan worden. Een scharlaken worm. En dat hij de vervulling zou gaan worden van Psalm 22 vers 7. En dat hij een worm zou worden en geen man. En toen kwam dat moment. Hoe indrukwekkend. En wie kan ooit het lijden en sterven van de Heer Jezus ten volle omschrijven? Dat gaat toch ons bevattingsvermogen te boven. Zoon van God en zoon des mensen. Hij die neerdaalde en die zich vrijwillig vastklemde aan een paal. De Heer Jezus is niet vermoord, hè? Laat je dat nooit wijsmaken. De Heer Jezus, zegt de Bijbel, heeft zijn leven in de volheid van de tijd, op een kairos moment, op een door God bepaalde tijd, afgelegd. Dat vind ik zo indrukwekkend. Dat is onze Heer. Dat is onze Heiland. Niemand kon hem vermoorden buiten de tijd van de Vader. Geloof je dat? Ik geloof het. Het was door God bepaald. En toen koos hij ervoor om zijn leven af te leggen. En hij klemde zich vrijwillig vast aan een paal. Deuteronomium 21. En toen hij zich vastgeklemd had, toen gaf hij de geest, staat er. Hij stierf. En toen die worm bevestigd werd aan het hout en stierf, toen kwam er nieuw leven werd zichtbaar.
De Heer Jezus, hij liet zich kruisigen. En dit was de enige weg om eeuwige verlossing te bewerken. En ik vind het zo mooi wat Hebreeën 5 vers 9 zegt. Daar staat, en toen hij, de Heer Jezus, het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Mooi, hè? Hij is de oorzaak van ons eeuwig heil. En toen hij stierf, toen bracht hij, om het zo te zeggen, nageslacht voort. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Of met een andere vertaling, zo zal hij nakomelingen voortbrengen. En zoals die moederworm die jongelingen beschermde, zo beschermt de Heer Jezus ook jou en mij. Wil je het bewijs? Johannes 17 vers 12. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf. Opdat de schrift vervuld zou worden. De Heer Jezus beschermt jou en mij ook vandaag. Dat leven wat hij heeft voortgebracht is voor hem zo kostbaar dat hij jou en mij laat delen in zijn goddelijke bescherming. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Zie je langzaam maar zeker de zegen van de worm in beeld komen. En weet je wat nou zo heerlijk is? We zijn er nog niet hoor. Maar als je dit allemaal naar jezelf toe mag trekken, in je hart mag sluiten en vanavond niet gaat zeggen ja maar dat je zegt ja en amen. Ook voor mij. Dat je heel dat plaatje ziet. De Heer Jezus aan een paal. En hij brengt stervend leven voort. En waar eten wij van? Nou ja, die jonge wormen die aten uit de moeder, toch? En wat zegt Jezus tegen jou en mij? Ik ben het brood van het leven. Ik ben het water van het leven. Wie van mij eet? Nee, wie mij eet en wie mij drinkt. Met andere woorden, wie mij gelooft en wie op mij vertrouwt, die zal leven. Ja, die zal geen honger meer hebben. Die zal geen dorst meer hebben. De Heer Jezus zegt tegen jou en mij vanavond, laat mij je volle verzadiging zijn. Ik zorg voor je. Nou, er wordt in deze omgeving nog wel eens gediscussieerd. Hè? Wie is nou de eerste? Is Jezus nou de eerste of ben jij de eerste als mens? Nou, daar gaan we niet meer over discussiëren. God is altijd de eerste. En hij is ook de laatste. Het begint met de Heer Jezus en het eindigt met de Heer Jezus. En daartussenin ligt mijn leven ook verklaard. Hij is de oorzaak van mijn eeuwige zaligheid. Ik heb niks aan mezelf te danken. Amen. Ik heb alles aan hem te danken. Die stervend leven voortbracht. Die mij voedt uit zichzelf. Die mij beschermt. Waar ben je veilig? Mensen zoeken zoveel veiligheid vandaag. In van alles en nog wat. Ik ben veilig bij hem. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. En door het sterven, de laatste toepassing, werden die larven scharlakenrood gekleurd, toch? Zei ik. Het bloed is zeer belangrijk, want zonder bloedstorting geen vergeving. Maar welke kleur dragen jij en ik mee in ons leven? Mag ik dit zo zeggen? Even los van achtergrond of ras of wat dan ook. Wij zijn gekleurd door het scharlakenrode bloed wat gevloeid heeft. Uit de Heer Jezus Christus. Wij zijn een gemeente onder het kruis. Wij leven aan de voeten van het kruis. Aan de voeten van, van de Heer Jezus. En wij zijn door hem gekocht en betaald. Niet met goud of met zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Psalm 22. Ik ben een worm en geen man. En het is zo indrukwekkend dat in de persoon van de Heer Jezus, Deuteronomium 21, is vervuld. Hij is een vloek geworden, opdat wij vrij zouden zijn. En David mocht 1000 jaar voordat de vervulling plaatsvond, profeteren over die grote Davidszoon. En nu gaan we
naar 1 Korinthe 1. En nu zetten we als het ware alle registers open. De woorden van Deuteronomium 21, ik hoop dat ze duidelijk voor je zijn. En dat je de lijnen doortrekt en dat je zo ook je Bijbel leest. Dat je die vervullingen ziet en dat je daardoor ontdekt het woord van God is de absolute waarheid. En dat je Psalm 22 leest en zegt, dit zie ik terug in het leven van de Heer Jezus. Dit zie ik vervuld in het leven van mijn Heer, van mijn Heiland. Dit deed Hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ik ben door zijn bloed gekleurd. En dat is een eer. Dat moet een eer voor je zijn om in die kleur door het leven te gaan. Toch? Zodat de wereld weet van wie je er één bent. Door bloed gekleurd. En nu zeggen sommige mensen, kom dat nou niet anders? Had God nu geen andere weg kunnen verzinnen om mensen uiteindelijk terug te brengen bij het vaderhart van God? En ik merk ook in gemeenten en onder gelovigen dat ze eigenlijk niet weten waarom de Heer Jezus moest lijden en moest sterven en waarom zijn bloed moest vloeien. Maar waarom is dat? De Heere God had in het paradijs gezegd, in de Hof van Eden, ten dagen als je daarvan zult eten, zul je de dood sterven. En stel voor dat God dat woord niet had vervuld. Dan had hij onbetrouwbaar gebleken, toch? Want wat God doet, wat hij belooft, wat hij toezegt, of dat nou gaat om zijn belofte of zijn bedreiging, dat gaat echt gebeuren. Het kan even duren, maar het gaat gebeuren. En hij zei, ten dagen als je daarvan zult eten, zul je de dood sterven. En de dood heeft zijn intrede gedaan. Laat je niet wijsmaken dat de dood bij het leven hoort. De dood is een straf op de zonde, tot op de dag van vandaag. De dood hoort niet bij het leven. En vandaag zie je dat mensen de dood aangenaam willen maken. Ja, alles heeft een begin en alles heeft een einde. Nee, het is het oordeel van God over de zonde van de mensheid. Dat is de waarheid. Maar weet je wat zo heerlijk is? Dat de Heer Jezus gezegd heeft in de volheid van de tijd. Dat woord van mijn Vader, dat moet vervuld worden. Zonder bloedstorting, geen vergeving. En God is zo rechtvaardig, dat Hij de zonde niet ongestraft laat. Maar weet je dat Hij ook zo rechtvaardig is, dat iemand die zijn vertrouwen stelt op de rechtvaardige, die zijn leven heeft afgelegd en die zijn bloed heeft laten vloeien, degene die op hem zijn vertrouwen stelt, is in de ogen van God een rechtvaardige. En dan houdt hij nog steeds zijn woord. Ten dagen als je daarvan zult eten, zul je de dood sterven. Maar eer hij de zonde ongestraft liet, strafte hij ze aan zijn eigen lieve zoon. En dit is theologisch heel belangrijk. Want weet je wat daaruit blijkt? God heeft zijn woord gehouden. Maar het oordeel en de eeuwige dood is op de zoon gelegd. Waardoor degenen die in Christus zijn, vrijspraak ontvangen. En daarom ben ik zo blij met het offer van de Heer Jezus. Want God, ik hoop dat je me volgt, is God gebleven in het redden van zondaren. Hij zei niet, ik zie het wel door de vingers, zand erover. Nee, bloed erover. Want ik heb gedreigd, als je eet zul je sterven. Maar voor degene die in Jezus gelooft, geldt. Wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al waren hij of zij gestorven. En weet je wie dat ontdekt heeft? Weet je wie de rijkdom daarvan in zijn hart gesloten heeft? Dat is de apostel Paulus. En daarom tenslotte 1 Korinthe 1. Want Paulus kan zijn geluk niet op. Als hij Deuteronomium 21 leest. En als hij het leven en het sterven van de Heer Jezus daarnaast legt. Paulus kan zijn geluk niet op. Want Paulus wist, doordat de Heer Jezus Deuteronomium 21 vervuld heeft, is er voor mij vrijspraak. Doordat de Heer Jezus die heidense doodstraf heeft ondergaan, ga ik vrijheid. Is voor mij niet de vloek,
maar is er voor mij de zegen. Nou, en dan komt hij bij dat geweldig indrukwekkende hoofdstuk, 1 Korinthe 1. En je moet goed onthouden dat deze prediking, die vinden wij misschien heel gewoon of we zijn eraan gewend, maar deze prediking heeft Paulus gevangenschap opgeleverd. Besef dat, hè? Dat is dat hij de vrijheid predikte, de vergeving predikte, door het bloed van het lam voor Jood en voor heiden. Want wat zegt hij hier in vers 18? Want het woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan dwaasheid. Het woord van die paal, Deuteronomium 21, de worm in vers 22, is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God tot zaligheid. Nou, dat zegt hij er hier niet bij, maar in Romeinen 1 spreekt hij over het evangelie als de kracht van God tot zaligheid. En wat is de inhoud van het evangelie? Dat is de boodschap van het kruis. Paulus verwoordt het zo op een geweldige manier. Want hij had in zijn dagen ook de strijd met twee groepen mensen. Aan de ene kant de Joden en aan de andere kant de Grieken. Lees heidenen. En tegenover het woord van de wijsheid, vers 17, zet hij het woord van het kruis. De prediking waarin de kruisdood van Jezus Christus centraal staat. En de boodschap van het kruis is de boodschap van de worm. En hoe aangrijpend, voor de Jood een ergernis. Waarom? Nou, dat moet je nu weten. Waarom is de boodschap van het kruis voor de Joden een ergernis? Omdat Deuteronomium 21 zegt dat een ieder die aan het hout hangt, vervloekt is. En ja, de boeken van Mozes, die staan hoog. Ja, die staan bij ons ook hoog. Maar we mogen verder kijken dan Deuteronomium 21. Want Jezus is de vervulling daarvan geworden. Maar als je ogen daar nog voor gesloten zijn, dan zie je het niet. En dan is deze boodschap van het kruis voor jou als Jood een ergernis. En voor Grieken, voor de heidenen, dwaasheid. Waarom? Omdat de kruisboodschap niet overeenkomt met onze logica. En met onze wijsheid. En met ons menselijk redeneren. Het klopt niet. Nee, je krijgt het ook niet kloppend. Het is een wonder. Dit is de weg die de Vader bepaald heeft. Dit is de weg die de Zoon gegaan is. En dit is de weg waarvoor de Heilige Geest je ogen gaat openen. Waardoor je echt kan zingen: dank u voor het kruis, hè? En het is zo'n wonder als dit is doorgebroken in je leven. Want het is voor ons die behouden deze boodschap. De boodschap van de worm, de zegen van de worm, is voor hen die behouden, gered, verlost worden. Een kracht van God tot zaligheid. Daar staat in het woord, in het Grieks, dat is het woord dynamis. En ik heb dat eerder hier genoemd. Daar komt ons woord dynamiet vandaan, of dynamo. Het is een krachtbron, want de boodschap van het kruis heeft niet alleen vergeving in ons leven gebracht, maar de boodschap van het kruis geeft innerlijke vernieuwing, geeft vernieuwing van je denken, maar schenkt ook bevrijding. En ik hoop dat we allemaal daarvan kunnen getuigen. Want door de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus is het graf overwonnen. Zijn de zonden overwonnen? Is de Satan en zijn al zijn demonen overwonnen? Het leven is aan het licht gebracht door die ene waarvan geschreven staat: ik ben een worm en geen man. En als je dit op je in laat werken door dat kleine nietige beestje, wat een beeld is van de persoon en het werk van de Heer Jezus, is zo'n geweldige zegen voortgekomen. En wat zegt Paulus dan? In Galaten 6 vers 14. Dat is zo'n indrukwekkende tekst. Hij zegt dit: ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus. Galaten 6 vers 14. Indrukwekkende tekst. Paulus als Jood zegt: ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders
Broeders, zusters, had Paulus iets om in te roemen als Jood? Nou en of. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Besneden op de 8e dag. Naar de wet een Farizeeër. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Hij kan een hele lijst voorrechten opnoemen. Maar weet je wat hij zegt? Toen ik de rijkdom, de heerlijkheid van de Heer Jezus ontdekte, van de worm. Toen verdwenen al die voorrechten als sneeuw voor de zon. En dan roept hij het later uit op dat ik hem kende. En de kracht van zijn opstanding. Paulus roemde niet meer in zijn voorrechten. Waar roem jij nog in vandaag? Er zijn vandaag mensen die roemen in van alles, ook in de christelijke gemeente. De een roemt in zijn theologie. De ander roemt in zijn belijdenis. Een derde roemt in de geestesgaven. Een ander roemt in, weet je wat Paulus zegt, ik wil nergens meer in roemen. Dan in het kruis van onze Heere, Jezus Christus. Deze man had echt ontdekt wat het fundament van zijn leven was. Hier kan je mee leven en hier kan je mee sterven. Maar Galaten 6 vers 14 is nog niet klaar hoor. Want hij zegt, ik roem in het kruis, maar dat heeft wel gevolgen. Het eerste gevolg, hij zegt, door wie de wereld voor mij gekruisigd is. Toen Paulus de rijkdom, de zegen van de worm ontdekte, toen verloor de wereld en haar systeem haar waarde. Begrijp je wat ik bedoel? Als je ogen gaan voor de opstanding, voor de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus, als je hem leert kennen in de kracht van zijn opstanding, weet je wat het beste bewijs is dat het leven van God in jouw hart is uitgestort, is dat de wereld haar waarde verliest. De wereld is ook aan het kruis gegaan. Heeft ten diepste haar waarde verloren. En nu zie ik iemand van jullie denken, ja maar Jacques, er staan toch nog steeds in deze wereld. En jij bent toch ook nog jong, dat mag ik toch wel zeggen. En je hebt toch ook een jong gezin. Ga je dan een soort depressief negatief door het leven? Geniet je dan niet meer van de mooie dingen? Absoluut. Zaterdag, je moet niet allemaal tegelijk komen, ben ik 18 jaar getrouwd. En ik geniet van mijn huwelijk en van mijn gezin. En ik geniet van de mooie dingen van het leven. Maar één ding, daar heeft de geest van God me diep van overtuigd. Deze wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. En dit had Paulus ontdekt. Hij zegt, doordat ik ga roemen in het kruis, heeft de wereld ten diepste haar waarde verloren. Oh ja, zeker, ik neem mijn plicht waar, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik geniet van de mooie dingen. Maar ik ben er niet meer aan gebonden. Ik ben een vrij mens. Mooi is dat, hè? En het tweede wat hij zegt. Ja, de wereld is voor mij aan het kruis gegaan. Heeft haar waarde verloren. Maar ik ben ook voor de wereld gekruisigd. Dat is pijnlijk, hè? Weet je wat de wereld tegen je zegt? Als je vandaag trouw de Heer Jezus wil volgen, geen water bij de wijn wil doen, als je volhardend bent in de navolging van Jezus, weet je wat de wereld dan over je zegt? Jij hebt voor mij geen waarde meer. Aan het kruis met jouw leven, met wie je bent. En dit is de tijd, broeders, zusters, waarin wij leven. En ik denk persoonlijk dat het volgen van de Heer Jezus, het roemen in het kruis, steeds meer dit kenmerk gaat dragen. We hebben geen waarde meer voor de wereld. Oh, jij gelooft nog in de Bijbel? Jij gelooft in de zegen van de worm? Jij gelooft echt dat de Bijbelse principes in 2022 nog waardevol zijn? Sterker nog, dat is het richtsnoer voor jouw leven? Oh, jij behoort tot die club. Nou, weet je waar jij in mijn ogen thuis hoort? Aan het kruis. Dat zeg ik niet. Dat is wat Paulus zegt in Galaten 6 vers 14. Maar de boodschap van het kruis had voor hem zoveel waarde gekregen. Hij zegt, de wereld heeft haar waarde verloren. En ik ben voor de wereld niks meer waard. Maar prima hoor, ik ben één geworden. Met een verworpen Heer Jezus. En met hem ben ik gestorven. En met hem ben ik opgestaan om nooit meer te sterven. Wie Jezus heeft. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wat een rijkdom, hè? Ik kan Paulus wel volgen.
En als je goed opgelet hebt vanavond, dan is je verwondering goed toegenomen. En dat was ook in het leven van Paulus gebeurd. Hij kende Deuteronomium 21. Hij kende Psalm 22. En hij komt tot de climax in 1 Korinthe 1. En hij zegt, ik wil nergens meer in Roma dan alleen in mijn Heer en Heiland. Ik moet gaan afsluiten. Hoe ouder je wordt, ik weet niet of je ook die ervaring hebt. En hoe langer je met de Heer wandelt, hoe dieper je overtuiging wordt. Ik roem niet meer in eigen kracht. In gave, in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood en in zijn verrijzenis. Als dat je belijdenis is, dan kan je vanavond Paulus een hand geven. Kan je David een hand geven. En dan zie je in de Heer Jezus een worm. En geen man. En dat deed hij om jou vrij te maken van de vloek van de wet. Om jou vrij te maken van het oordeel van God. Om jou te laten delen in eeuwig leven. Ben je nog blij met de Heer Jezus? Ben je nog dankbaar voor wie hij is en wat hij gedaan heeft? Er zijn heel veel mensen die zeggen van, nou ja, dit weet ik wel. De vraag is, als je dat zegt, of je het echt weet. Weet je, hier raak je steeds meer over verwonden. Want wie ben ik dat ik daar deel aan heb gekregen? Ik sluit af met een voorbeeld, nee, met een geschiedenis van Robert Murray McChain. In Wijk en Aalburg ken je die naam toch wel, of niet? En anders ga je er vanavond maar even op googelen. Robert Murray McChain was een godsman die overleed op 29-jarige leeftijd. Was een krachtige Schotse opwekkingsprediker. En hij overleed op 29-jarige leeftijd aan tyfus. En hij dichtte een heel bekend lied, wat sommigen van jullie wel kennen. Dat heet het Wachtlied der Hervormers. Nou, dat zijn heel veel coupletten, die ga ik niet aanhalen. Maar hij eindigt hiermee, en dat vond ik zeer indrukwekkend in de voorbereiding. Het laatste couplet eindigt met deze woorden. Beetje oud-Hollands, maar span je in, wel mooi. Hij zegt daar, nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Nou komt het. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Wat is een zwanenzang? Nou, een zwaan die ziet, die voelt zijn einde naderen. En die stervende zwaan, die gaat zingend zijn dood tegemoet. En McChain zegt, ik herken me in die zwaan. Ik ga zingend mijn dood tegemoet. McChain, wat zing je dan? Nou, niet over mijn gaven, niet over mijn krachten, niet over mijn intellect, niet over mijn karakter. Hij zegt, mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Dat is genoeg. Dat is genoeg om mee te leven en om mee te sterven. En ik heb vorige week een begrafenis gehad van een zuster van 89 jaar. En ze vroeg mij of ik haar wilde begeleiden naar haar laatste dag hier op aarde. Ik zeg, dat wil ik doen. En ik ging daar soms naartoe met knikkende knieën. Ik denk, wat moet je zeggen als je zelf, voor zover ik weet, nog gezond bent en redelijk jong, wat ik zei. En ik kwam bij haar en de Heere gaf heerlijke ontmoetingen. En ik was op een donderdag, dat is nu anderhalve week geleden ongeveer, bij haar. En we deelden nog iets over haar leven, haar getuigenis. Ze zegt, weet je, ik ben vanaf mijn 6e, 7e jaar wees geweest. Zij heeft heel Nederland doorgezorgen, ze ging van het ene wees uit naar het andere. Zij was min of meer een nummer. En toen later is ze getrouwd. En toen heeft die jeugd van haar, is haar altijd bijgebleven. Waarom? Ze was niet alleen vroeg wees, maar weet je, ze zat op een gegeven moment in het weeshuis van het leger des heils. En daar sprak de Heere God tot haar. Als wees, mooi hè. Ik heb je bij je naam geroepen. Jij bent van mij. Dat is wonderlijk hè, als wees. Ze ging als een nummer door het land heen. En God noemde haar bij haar naam.
En ze zegt, dit is mijn troost, dat ik zijn eigendom ben. Daar heb ik daarna nooit meer aan getwijfeld. En nu ik stervende ben, hou ik me daaraan vast. Gekocht en betaald. Bij mijn naam geroepen. En ze komt met McChain zingen, gestorven voor mij. Zal mijn zwanenzang zijn. En ze is gestorven. Ze zegt, zou je voor één ding willen bidden? Dat is dat de Heer mij spoedig wegneemt. En ik heb op donderdagmiddag met haar daarvoor gebeden. En op zaterdag is ze overleden en de heerlijkheid binnengegaan. En met welke woorden heb ik haar begraven? Ik heb je bij je naam geroepen. Jij bent van mij. Jesaja 43, daar staat geroepen, verlost en bewaard. Nou, dat is de samenvatting van vanavond. Geroepen, verlost en bewaard. Daar kan je vandaag leven, maar dan kan je ook vandaag sterven. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. En ik ben dankbaar voor de zegen van de worm. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader in de hemel, wat is het heerlijk om zo een uur bij elkaar te zijn en gewoon een aantal schriftgedeelten naast elkaar te leggen. En te zien dat het op elke bladzijde in de Bijbel over niemand anders gaat dan over de Heer Jezus Christus. Waarvan David profeteerde. Ik ben een worm en geen man. En u hebt stervend leven voortgebracht, Heer Jezus. En daar hebben we deel aan gekregen. Althans, ik ga ervan uit dat iedereen persoonlijk de Heer Jezus heeft leren kennen. En gekleurd wordt door het scharlakenrode bloed wat gevloeid heeft uit zijn lichaam. En als dat nog niet zo is, als er hier iemand is die de Heer Jezus nog niet kent, dan is het nu nog genadetijd. En dan is Hij het die jou zijn vriendschap biedt. En dan mag ik in opdracht van mijn meester zeggen, met bloed van Jezus Christus, reinigd van alle zonde. Kom dan tot Hem. En leef. En laat deze nacht niet voorbij gaan voordat je persoonlijk vrede hebt met God. Door dat ene offer. Wat door de Vader is aanvaard. Het offer van zijn Zoon. Van de worm. Jezus Christus. Heer, werk deze boodschap in ons hart uit. En als we hier deel aan hebben, laat deze boodschap tot verwondering en aanbidding leiden in ons leven. En dat we mogen groeien. De kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Ga met ons mee als we naar huis gaan. En geef dat we met elkaar een heerlijke tijd tegemoet gaan deze serie. Dat we trouw zullen komen. Dat we volharden zullen in het gebed. En dat we met verwachting komen. Dat u zal spreken. Dan zullen we een heerlijke tijd hebben hier samen. Tot eer van uw naam. En tot opbouw van ons leven. Uit genade. Amen.